handen. Ja, natuurlijk. Dat zeggen we altijd. Dat zeggen we altijd. Dan zijn ze de winnaars van de laatste, dames en heren. Althans, de voorlopige winnaars van de laatste. Geweldig, Sessa en André Bakker. 9 jaar deze Breine Mary. Orlando Vici uit Sally de Blomert. Gefokt in Duitsland. Bezit van Anton Konijn en zijn vrouw. André Bakker, de winnende trainer en rijder. En we danken RBMT, bedrijfsmakelaars Heerenveen, voor een geweldige bijdrage aan het welslagen van deze meeting hier op de baan van Joure. Hans. Nou, ik ga er maar vanuit, Hans, dat het mag. Ik zie niemand gebaren maken dat het niet. Hè? Ja? Hans? Winnaar is officieel, Rogier. Oké, de winnaar officieel, toch? Kan je niet horen hier, hoor, in het feestgedruis. Ja, André, gefeliciteerd. Wat een dag, man. Ja, dit is super. 2 lopen en 2 winnaars op Joure. Dat is fantastisch. En dan zo'n apotheose, wat dacht je zelf? Ja, ik zat naar de wielen een beetje stiekem te kijken. En die lagen iets voor. Nou zegt dat natuurlijk niks. Maar ja, ik had er wel stiekem op gehoopt natuurlijk. Ja, het is, je moest het proberen, hè, van kop af. Je moet uit de greep blijven van die paar 3 meters moeten geven. Ja, nou, dan reed ik de eerste halve ronde ook een beetje harder door. Om een beetje voorsprong op te bouwen en daarna iets terug. Nou kwam kolonel Nieuwpoort, waar ik overigens wel heel bang voor was, hoor. Wel vrij dichtbij. Maar daar had ik een beetje mazzel mee dat hij iets meer werk buitenom moest doen. Het scheelt niks en kolonel Nieuwpoort ging ook goed. En we waren ook weer heel tevreden met Sessa. Ik laat je vrij, je mag eronder door. Maar heeft een huwelijk gevraagd? André, hij gaat binnenkort trouwen. Ja, daar staat zijn bruidje. André, heel kort, 2 paarden aan de start, 2 keer winnen. Had je ze helemaal naar deze koers toegewerkt? Nou, kijk, je werkt ze eigenlijk allemaal naar een koers, naar elke koers toe. En ze zitten allebei in het grasbaan-circuit. Dat is vrij kort allemaal achter elkaar. Dus je kan thuis ook niet zo heel veel doen. Om een beetje fit te houden en een beetje fris te houden. Dus dat doen we eigenlijk met ze een beetje, dat ze blij blijven. Mooie dag met veel sponsoren. Wil je die nog het woord richten? Ja, tuurlijk. Zonder sponsors kunnen wij het ook niet. En iedere sponsor hartstikke bedankt voor deze dag. Mooi, André. Dankjewel. Mooi 2-2 vandaag voor André Bakker. Tegenwoordig zelfstandig trainer. En Sessa is toch een paard dat op de grasbanen tot veel in staat is. En dat liet hij vandaag weer een keer zien. Van kop af wint deze inmiddels 9-jarige Mary. Maar wat doet ze het allemaal nog goed. Geweldig applaus, dames en heren, voor de grasbaanspecialisten. Puur Sang, de trots van de familie Konijn. Sessa en André Bakker. Vanaf deze plaats, Hans, waren dit mijn laatste woorden. Ik dank iedereen voor hun aanwezigheid. Mocht u nu de baan verlaten, dan wil ik u danken en u wel thuis wensen. En de laatste woorden zijn aan Hans Zinnige voor u. Dank en tot de volgende. André Bakker, dames en heren, hier voor de tribune. Hij geeft de bloemen nog even aan van de eigenaresse. En die heeft ze perfect gevangen. En dan heeft hij de handen vrij, dames en heren. En u ook. Applaus, André Bakker. Een uitslag van de laatste koers.